Het is een van de meest tot de verbeelding sprekende dinosaurussen. Vooral dankzij Hollywood. De Tyrannosaurus Rex, die zo'n 70 miljoen jaar geleden datzelfde westen van Amerika onveilig maakte. Nu is de T-Rex voor het eerst ook buiten Amerika te zien. In Nederland, in Museum Naturalis. Dat had er veel voor over om Trix, zoals ze is gedoopt, naar Leiden te halen. Ja, oké. Zorgvuldig uitgegraven in Montana, in Amerika. Op transport naar Nederland en daarna bij Naturalis in Leiden in elkaar gezet. Als een bouwpakket. Wat vooral prachtig is, is dat de botten eigenlijk nauwelijks verdrukt zijn. Dus ze hebben echt nog helemaal de oorspronkelijke vorm. En dat maakt het gewoon een feest om het op te zetten, want alles past en alles klopt. En zo ziet de T-Rex er in volle glorie uit. Dit is dus de schedel van Trix naar beneden gericht. Dat betekent dat ze in de aanvalshouding staat. Ze is dus 67 miljoen jaar oud en er is dus nog 80% van het botvolume intact. En dat is heel erg bijzonder, want daarmee is Trix een van de beste bewaarde T-Rexen ter wereld. Staat daarmee in de top 3. Een van de grootste roofdieren met vlijmscherpe tanden. Het is een vleeseter. Grote achterpoten en opvallend kleine voorpoten. Zo'n fossiel heeft 67 miljoen jaar in de grond gezeten. En wat je dan meestal ziet is die worden een beetje scheef gedrukt of plat gedrukt door het gewicht van al die lagen die daar bovenop zitten. Nou, dit fossiel is in één keer bedekt geraakt door een stevige laag zand. En daardoor zijn die botten gewoon perfect 3D bewaard gebleven. Het kostte het museum 4 jaar en 5 miljoen euro. Veel kinderen doneerden 10 euro. Nou, ik vind het leuk dat je eigenlijk in het verleden terugkijkt. Met een uitgekiende marketing krijgt Naturalis nu maximaal aandacht. De T-Rex stijgt eigenlijk boven het museum uit, zou je kunnen zeggen. Een T-Rex is een object wat je wil zien en het maakt je eigenlijk niet uit waar het staat als je het maar kan zien. Het Rijksmuseum heeft de nachtwacht en Naturalis? We hebben nu een hele mooie Tyrannosaurus. En vanmorgen kan iedereen Trix zien in Leiden.